Hey YouTubers! What's up? Vandaag gaan we het hebben over naapen. Je hebt verschillende vormen van naapen. De bekendste vorm is iemand napraten. De bekendste vorm is iemand napraten. Rot op. Maar je hebt ook... Maar je hebt ook andere manieren van iemand naapen. Hey, alles goed, jongen? Ja, lekker met jou? Ja, lekker, lekker. Mooi. Hey, mooi outfit, jongen. Ah, thanks. Ik heb die laatst... Wat? Hey, jongens. Over het algemeen is naapen niet per direct verkeerd. Als je bijvoorbeeld je kledingstijl baseert op iemand die je tof vindt, ja, dan is het niet echt naapen, vind ik. Of als je je laat inspireren door andere mensen, is het ook niet per direct naapen. Alleen laten sommige mensen zich af en toe iets te goed inspireren door andere mensen. Ik heb het. Ben! Papier! Vierkant, soepel, touchscreen, innovatief, een tablet. Ja, heel goed. Bravo! Uiteindelijk is bijna alles al een keer gedaan en is het onmogelijk om nog vernieuwend te zijn. Maar vergeet nooit wie je echt bent en of je vertrouwen hebt in de mensheid en de vorm. Dylan, je bent een beetje aan het afwijken van het onderwerp. Ik wil in ieder geval Remy bedanken voor het meespelen in deze video. Check ook even zijn kanaal, Splatchvlog. Check ook even zijn kanaal, Splatchvlog. Gas, doe niet zo irritant. Oké, ga nou maar weer weg. Ga nou maar weer weg. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en de vraag van vandaag is... Hoe ben jij voor het laatst nageaapt? Laat het weten in de reactie en misschien kom jij dan wel in de reactievideo op mijn tweede kanaal. Later! Thanks, ik heb die laatst... Wat? Thanks man, ik heb die gekocht.